Hallo, welkom bij Atelier K. De keramiekovens in- en uitladen is elke keer een puzzel. En er komen wel wat aandachtspuntjes bij kijken. Dus ik ga jullie tonen hoe ik dat doe. Het is altijd een beetje afhankelijk van welk soort werk dat je gaat stoken. Dus voilà, we gaan er direct mee aan de slag. Zo, we zullen starten met het inladen van een ruwbak. En het is altijd een beetje nakijken of ik dingen werken in elkaar of op elkaar kan zetten. Het is zo dat je bij ruwbak een aantal stukken in elkaar of op elkaar kan zetten. Afhankelijk van het werk of dat dit het wat van onder zit. Of dat die ook het gewicht kan dragen van wat je erop zet. Want het blijft natuurlijk een kwetsbaar iets. Ik heb hier een vrij grote en dunne plaat. Dus die is op zich al heel kwetsbaar. En ik durf daar niet zo heel veel bovenop zetten. Of het moest zijn dat het veel kleiner en veel lichter is. Dat je geen plaatselijke puntbelasting hebt. Voor deze grote zou ik ook durven zeggen een beetje zand eronder. Omdat tijdens de ruwbak ga alles ook nog krimpen. En als die plaat tegen de ovenplaat blijft vast hangen. Dat is elke ruw oppervlak, die ovenplaat. En de krimp, dat moet kunnen schuiven over die ovenplaat. Dus op dat moment, als je er zandkorreltjes onder legt, krijg je eigenlijk een soort van begeleiding. Dus ik zou voor dit overwegen om daar een beetje zand onder te leggen. Ik heb hier ook twee schalen. Een plattere en een iets hogere. Ik ga eens passen. Die passen eigenlijk niet echt in elkaar. Want ik zou ze wel in elkaar durven zetten als deze bodem ook hier de bodem raakt. Maar nu blijft eigenlijk deze schaal hangen op die rand. En dat zou te veel spanning geven op deze rand om die te doen scheuren. Dus dat is ook geen goed verhaal. Ik heb bijvoorbeeld wel een aantal kleine stukjes, staaltjes, die ik nog te bakken heb. En die durf ik wel een aantal daarin leggen. Dus dat zou een optie zijn. Ik heb hier ook nog een iets plattere schaal, waarvan ik denk dat er wel één in gaat. Nee, ook niet. Dan gaan we deze eens passen. En die gaat daar vlot in. Dus die raakt niet op deze plaats. Die komen eigenlijk alleen in contact met elkaar op de bodem. En dan ontstaat er eigenlijk geen spanning. Dan is eigenlijk juist het gewicht van deze schaal die in verhouding moet staan tot het gewicht, tot de stevigheid van de schaal waarin dat je het zet. Er zijn ook altijd wat stukjes die daar nog onder plastic staan, omdat ze voorzichtig of rustig aan moeten drogen. Het zijn delicate werkjes met pootjes. Van greep. Dus ze zijn ook nog niet helemaal droog. Ik ga de oven al wel inladen, maar ik heb nog ander werk ook, waar dat ik niet zeker van ben dat het totaal droog is. Dus ik ga sowieso een droogstook doen voordat ik de ruwbak echt ga in gang zetten. Hey, ja. Dus voilà, we kijken recht in de oven in. En waar ik altijd op let, is de puzzel van welke stukken zit ik van onder en welke stukken zit ik van boven. Je zou kunnen stellen dat de laagste stukken onderaan komen te staan en dat je zo hoger en hoger stapelt. Want je gaat met deze ovensteuntjes niveaus creëren. En als je van onder al een heel hoog werk zet, dan moet je vaak steuntjes op elkaar gaan zetten om een hoger niveau te creëren en dan een volgende plaat erop te leggen.
maar dat geeft wel wat instabiliteit. Dus ik start onderaan met de laagste stukken en ik bouw op bovenaan met de hoogste stukken. Nu, heb je echt heel plat werk, dan let ik wel op dat ik mijn ovenplaat minstens boven de eerste weerstand kan zetten. Want stel dat dat echt die plaat tot hier komt, weet niet, zo, dan kan die weerstand zijn werk niet doen op dat niveau. Dus dat is wel één punt waar dat ik zeker op let. Voilà, dus de eerste stukken gaan erin. Geplaatst tot ja, zo dicht mogelijk tegen de rand, maar eigenlijk ook niet, je mocht niet raken. Het mag ook niet zijn dat je werkstukken de weerstanden gaan raken. Nooit. En we puzzelen ook al onmiddellijk de oversteuntjes erin. Die staan vlak boven de plaatsen waar dat deze ovenplaat ook mee ondersteund wordt. Want die ligt niet rechtstreeks op de bodem. Dus je gaat nooit werkstukken direct op de bodem plaatsen. Omdat dat isolatiesteen is. Dat is een vrij kwetsbare steen. Dus die zal heel snel beschadigen anders. Dus die eerste ovenplaat wordt met hele kleine tegeltjes ondersteund. En mijn volgende ovenpaaltjes zet ik vlak boven de steunpunten van de plaat die eronder. Het is dus de onderste plaat eigenlijk. En dan is het kijken of dat we qua niveau dat die paaltjes hoog genoeg komen om het werkstuk dat hierin zit te overbruggen. Hè? Dat we de volgende plaat die daarop komt te liggen, het werkstuk niet zal raken. Dus dat past. Zo, nog de plaatsjes opvullen met de kleinere stukjes. Dat zijn die potjes van Greet met die fijne pootjes. Ik ga die niet zo bakken, omdat dat ongebakken nog heel kwetsbaar is. En die krimp die zou er ook voor kunnen zorgen dat die pootjes gaan afbreken. Dus als we die zo stoken voor de eerste keer, dan gaan die goed op hun plaats blijven zitten en niet barsten, hopelijk. Voilà. De gaatjes opvullen. En ja, als je nu echt heel weinig plaats hebt in je oven, zouden die stukken ook wel zachtjes tegen elkaar kunnen zetten. Maar ik heb nu best wel wat plek, dus ik mag ook wel gulzig zijn. Vaak is het echt millimeterwerk. Zo, de volgende ovenplaat gaat erop. En dat is rustig laten zakken tot op de steuntjes. Let hierbij wel even op uw houding, want je buigt echt een stuk voorover en het is nogal slecht voor uw rug als je dat verkeerd doet. Dan een beetje zand voor mijn grote kleiplaten die ik ga bakken. Mooi uitspreiden. En ook een beetje opletten dat je je zand niet te veel van de ovenplaat afkeert. Dat het toch niet tussen de weerstanden komt. Ik gebruik hiervoor zilverzand. Ga ik speciaal kopen, omdat ik dan weet dat het toch redelijk zuiver is. Ik denk dat je het niet met eender welk zand kunt doen, omdat daar onzuivere mineralen kunnen in zitten die ook kunnen smelten. En in dit zand, puur zilverzand, smelt eigenlijk niks. Dus daarom heeft het ook zijn nut dat er niks van zand in je werk gaat kleven. Voilà, de grote kleiplaat. Heel voorzichtig. En op dit moment is deze echt wel super kwetsbaar. Proberen wat plaats te maken. En zachtjes laten zakken.
Er is niet veel plek over. Het vraagt een beetje zin op deze manier werken. De juiste mindset voor een oven in te laden. Alleen hier mee bezig zijn en met niks anders, want er kan snel iets fout gaan. Voilà. Voilà. Zo. Opnieuw boven. Nu, ja, past er niet 100% boven. Afhankelijk van de vorm hier komt het niet exact uit. Maar op een paar centimeter steek het natuurlijk niet. En de volgende ovenplaat. Het volgende stuk dat we inladen is onze Miro. Dat is nogal zwaar. En ik zet je graag in de buurt van een steuntje. Dat ik dat niet volledig op een open stuk van een plaat, allee, dus een stuk plaat waar daar geen ondersteuning zit. Voilà. En het past er juist in, want mijn hand kan hier nog gemakkelijk over. Dus. En we hebben nog een beeldje van Jacqueline. Dat mag je ook in. Dat is niet zo zwaar. En je ziet. Je kunt eigenlijk echt wel goed puzzelen dat er allemaal in elkaar past als je echt heel weinig plek hebt. Hè. Als je heel veel te laden hebt, kun je best alles zo dicht mogelijk bij elkaar zetten. En nu is het nog even passen van wat krijg ik erbij. Oké. Dit lukt ook. En ik hoef zelfs niet deze stukken in de schaal te leggen omdat ik toch plek heb. Dan ga ik dat ook niet doen. Als dat niet nodig is. Ik ga hier nog wel een niveau boven zetten. Nee, een halve plaat. Halve platen zijn soms ook wel handig. Dus hier staat ongeveer mijn steun. Van eronder. Hier. Dus ik kan hier een klein beetje opzij. En dit is dan eigenlijk een plaats waar dat weinig steun is onder deze ovenplaat. Ik kan hier natuurlijk nog iets bovenop zetten, maar niet te zwaar is. Als dat echt super, super zwaar is, dan probeer ik toch wel een betere balans te creëren qua ondersteuning. Een halve plaat erop en dan krijgen we er nog wel wat bij. Hè. Even kijken of dat in deze past. Dat is ook al een heel grote werk. En dat is even puzzelen om te kijken hoe dat ik de ovensteuntjes er toch nog kan bijzetten. Hè? Ik heb hier nu nog plaats, dus ik ga kijken. Ik heb nog één bordje, of dat ik dat hierin kan leggen, of dat ik nog een extra niveau moet creëren. Maar dat past hierin, zonder dat ik spanning op die schaal zet. Dus voilà, we zijn klaar. Alles is ingeladen. En nu ga ik eerst droog stoken, omdat ik niet zeker ben van onze lieve Miro, die een... ja, nogal dik is. En dat beeldje heb ik ook geen zicht op hoe dik dat echt is. En het is heel moeilijk om te weten of dat ook van binnen droog is. Hè. Dus we gaan dat heel rustig droog stoken. Controleren met mijn bril. Als er dan nog damp uit de oven komt, terwijl die op 80 graden staat, dan weet ik dat er nog te veel vocht in de ruimte zit. En ik blijf dat controleren totdat ik geen damp meer op mijn bril zie verschijnen. En dan pas ga ik de oven aanzetten voor zijn ruwbak. Dus tot 970 graden bak ik altijd mijn ruwbak. Ja, deksel dicht.
En om droog te stoken, steek ik daar twee kleine tegeltjes tussen het deksel, zodanig dat ook het vocht sneller kan uitdampen uit de ruimte van de oven zelf. Ik heb ook een heel deel bordjes in te laden. Dat is makkelijk om te stapelen, want er kan maar één bordje op een ovenplaat van mijn kleinste oventje. Dus dat gaan we ook dadelijk even inladen. Dat is een glazuurbak, dus de borden zijn aan de binnenkant geglazuurd. De buitenkant niet. Dat is ook heel gemakkelijk. Ik heb daar eigenlijk weinig te controleren. Anders als je werk zou bakken dat geglazuurd is, tot aan de buitenkant. Moet je altijd even goed nakijken dat de bodems proper zijn. Want anders gaat je glazuur aan je ovenplaten vastkleven. Zo, het eerste bordje kan erin. Ovensteuntjes goed zitten. En dan de tweede ovenplaat erop. Wat ik altijd doe is de onderkanten van de platen goed afvegen. Er zitten wel eens wat kruimeltjes op van de ovensteuntjes zelf of van de klei. En als die daar van onder aankleeft, terwijl je die bovenop de steuntjes zet, kan het zijn dat die kruimeltjes loskomen en in het werkstuk vallen dat er onder zit. En dan worden die kruimeltjes vastgebakken in je glazuur en dat zou heel erg jammer zijn. Zo, klaar. Dan kan de oven toe. En sluit het altijd goed af. Er is een vergrendeling. Zorg dat die dicht is. En dan kan de oven aan. De oven instellen. Even kijken naar het programma. Ik denk dat dat programma 3 is. Ja, 1240. Ik ga even alle stappen bekijken. Dus de tijd die ik kan instellen om te wachten voordat de oven gaat starten, zet ik op 0. Ik ga hem zo dadelijk aanzetten. De volgende stap is aan 130 graden per uur tot 600 graden. Ik blijf het altijd vrij rustig aandoen. En dan vanaf 600 graden kan ik 150 graden per uur naar 1240 graden. Dat is mijn toptemperatuur. En dan de pendeltijd, 30 minuten om mijn glazuur ook echt overal goed te laten uitvloeien. En dat de kleischerf ook goed versinterd geraakt. Hè. Dus, en dan afkoelen is eigenlijk op natuurlijke wijze. Daar wordt niks aan gestuurd. Dus voilà. Ik zet hem aan. Dus vanaf nu begint hij op te stoken. Ja, als een oven aan kan, het is een beetje spannend en je hoopt natuurlijk dat alles goed gaat. Zo is er wel een manier om het hopelijk zo goed mogelijk te laten gaan. En dat is een ovenduiveltje. Dat is de heerser van het vuur. Het is iets dat je heel snel uit klei kunt boetseren en je plaatst het op het deksel van de oven. En zo waakt hij over wat dat er gebeurt tijdens je bakproces. En dan is hopelijk de volgende dag alles netjes zoals dat je het gewenst had. Voilà, ik hoop dat het nuttig was. Uitladen is eigenlijk alles in averechtse volgorde. Je moet dan iets minder voorzichtig zijn omdat alles juist iets minder kwetsbaar geworden is. Wat ik wel zou aanraden is lang genoeg wachten voordat je je oven open doet. Als je ruw gebakken hebt, wacht tot 150 graden ongeveer. Het is eigenlijk gewoon de temperatuur die daar veilig is ook om je materiaal van de oven zelf niet te veel temperatuurschokken te geven. Heb je geglazuurd? Sommige glazuren zijn echt heel, heel, heel gevoelig bij plotse afkoeling en kunnen gaan scheuren. Dus
Ik wacht daar soms mee tot 70 graden. Wat je wel kunt doen is de oven een klein beetje openzetten vanaf 200 graden of zo. Het is eigenlijk maar gewoon zo'n spleetje. Een klein stukje een degeltje of zo ertussen. En laat die daar rustig afkoelen. Maar met dat klein spleetje gaat het al ietsje sneller. En het is eigenlijk altijd wel zo dat je gewoon, ik weet niet hoe benieuwd ze als het gebakken is, wat het er gaat uitkomen. Ik voel mij precies altijd een kind dat zit te wachten tot de Sint geweest is. Dus, plezant.